Hey en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag naar Apeldoorn toe, want ik ga lekker naar de TK Maxx. En ik ga jullie gezellig meenemen. Ik heb er zoveel zin in. Heb je zin in deze video en ben jij benieuwd wat er op dit moment dus bij de TK Maxx te koop is? Blijf dan zeker even kijken, doe een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want elke zondag om 10 uur komt er een nieuwe video online. Nou ja, mocht je de TK Maxx dus niet kennen, het is dus echt een groot warenhuis. Ik heb het wel eens vaker in mijn video's erover gehad. Ik ben er weg van. En nou zag ik dus op hun Insta dat er al wat Halloween en herfstdingen waren. En daar moet je gewoon op tijd bij zijn. Daar ga ik naar kijken. Voor het allemaal weg is. Ik ga vandaag bij mijn zussen heen. Dus ja, helemaal zin in. Ik neem jullie mee. Nou ja, ondanks dat het dus nog zomer is. Ik ben echt weg van de herfst. En Halloween en zo. En kerst en winter. Ik vind dat gewoon zo gezellig en knus. Dus nu zag ik dus ook bijvoorbeeld dus op de Insta wat ik net zei van TK Maxx. Dat ze dus allemaal weer herfst en Halloween dingen hadden. Maar ook bijvoorbeeld mokken en dan herfst en Halloween mokken. Maar ook gewoon gelijk 5 stuks. Omdat het nu nog zo vroeg is. En normaal heb je dan 1 leuke mok en dan is er nog maar eentje van. Dus vandaar dat ik dacht ik moet er nu heen. Nou, we zijn er. Eerst kom je hier dan bij de tassen. Heel veel beige. Hier moet je kijken. Adviesprijs. €66 en dan is die voor €30 te koop. En dit vind ik ook altijd heel leuk om hier te kijken. Want oh, ik ben echt gek op die zeepjes en dingetjes. En dit is ook altijd seizoensgebonden. Dus met kerst en zo heb je ook echt van die kerstzeepjes. En dat soort dingen. Het ziet er ook altijd gewoon zo leuk uit. Oh, ik zie hier nog allemaal maskertjes. Het ziet er best wel lekker uit. Een collageen. Hoe schattig is dit? Deze beauty blenders. Hier heb je ook allemaal merken. Ik moet zeggen, ik ben dus in Apeldoorn en dat is echt mijn favoriet, want die is altijd super netjes. Even kijken. Collageen facial serum. €7. Hier heb je ook allemaal mannen dingen en dat is ook echt heerlijk. En ook leuk als giftsetjes heb je hier ook heel vaak met de seizoenen. Maar heel lekker. Je Gillette. €12,99. Ooit een samenwerking gehad met Diego Dalla Palma. En dat hebben ze hier ook gewoon. Super leuk om te zien. Hier ook weer Diego Dalla Palma. €6. Ik ga hier eens even tussen kijken. Art Deco. Van €30 naar €13. Dr. Pawpaw, dat is nu ook helemaal een ding. Van €8,50 naar €4,30. Het zijn lippenbalsems. Hier, deze zag ik dus op de Instagram van Essence. De Pumpkin Pretty Please. Oh mijn god, ik ben zo blij dat ik hem heb gevonden. Normaal is die €7 en nu 5. Maar kijk nou, hoe leuk is dit? Oh mijn god, deze gebruik ik altijd. Die van Kiko, de skin tone. En die is nu €5 in plaats van €16. Hier is nog sale. Kijk hoe dit eruit ziet. Best wel vet. Oh, dit is ook glas. De sieraden zo zijn hier ook altijd heel erg mooi. Dus het is altijd nog wel even de moeite waard om tussen te kijken. Er zijn ook nog heel veel portemonneetjes. Maar dat heb ik eigenlijk niet nodig. Maar altijd leuk om even tussen te kijken. Het is nog best een grappig jurkje. Met een zilver lurex draadje.
vind ik ook heel erg leuk. Met zo'n rits. Witte kool eronder. Die is 20 euro. Maar ik ga het niet doen. Maar wel heel lekker stofje ook. Heel leuk. Oké, ik zit voor het eerst in een paskamer hier bij Ticket Bags. Mijn zus zit ook wat te passen, maar ze vond dit voor mij. Ik heb zelf eigenlijk niks meer nodig, want ik ga ook niet meer op vakantie, maar ik wil het wel verpassen. Deze, die is van de Stradivarius en die kost 5 euro, maatje XS. En deze, die is ook wel echt, oh shit, heel leuk. Dit is een maatje S, felroze van ook de Stradivarius. En die kost 6 euro, dus ik ga het even passen. Nou, dit wordt een bie. Deze vind ik op zich wel leuk. Oh, het licht is vreselijk, echt zo van boven hier. Maar nee, ik ga het niet doen. Oké, ik ga nu naar waarvoor ik gekomen ben. De home afdeling. Nu al zin in. Ik hoop echt dat de Halloween en herfst dingen zijn. In één sprintje er naartoe. Dit is zo leuk. Je hebt hier dus van die pompoenen en dan hebben ze geurzakjes erin. Dus dan is het en decoratie en geur. Maar stel je vindt de kleur niet mooi, kun je hem gewoon overspuiten. Zit ik nu te denken, want ik ben niet zo van het zilver. Tientje. Deze kaars is trouwens ook heel mooi. Oh nee, niet lekker. Wat zijn dit? Ja, een pompoentje. Nou, wat leuk. Deze is 9 euro. En daar kun je dan een vaccinelichtje in doen. Ik had het dus leuk gevonden als dit dus niet zilver was. Ik ben niet zo van het zilver. Maar ik vind dat beige wel heel leuk. Hier nog een pompoenetje. Je hebt hier ook hele chille badmatten. En die zijn super zacht. Dus dat is echt een tip. En er zit ook echt hele leuke bij. Oh ja. Een heel mooi glas. Maar die hoort hierin. Ik denk dat iemand dat eruit heeft gehaald. Oeh, deze vind ik ook heel mooi. Gaaf kastje. 54 euro. Maar 7 euro. Oh, echt? Je poe en weer. Dit zie wil ik altijd zo graag een eigen huis. Echt zulke mooie zeepompen en dingetjes voor je huis hebben ze hier. Zeeborstels, spiegeltjes, organizers, mandjes. Oh Brit, dit is best leuk. Kijk, hier doe je dan je wc-papier in. Grappig. Ja. Hoe doe je dat dan? Nou, deze doe je eraf. Die vul je met toiletrollen. Oh, hoe weet je dat die daarvoor is? Omdat ik dat zie en omdat ik hier net zag toiletrol. 13 euro. Heel leuk. Oh, die vind ik heel leuk. Supermooi. Echt een zomerkussen met schelpjes. Die is 11 euro in de sale nu. Heel mooi. Superleuk. Ik vond die je net had ook heel mooi hoor. Dan hebben we hier nog wat random kaarsen. Dit is ook weer zo'n geur. Pompoen, vanille pumpkin. En hier zijn nog kaarsen in de sale. Maar nu ik mijn eigen kaarsen maak, vind ik het ook wel chill om die gewoon te gebruiken. Maar ik vind die van Scent & Fock altijd wel heel mooi. Met die opdrukjes. Hier schattig schaaltje. 3 euro in de sale. Setje van boeken. Heel erg leuk. En ik zie hier ook weer een Jane Austen boek. Oh, dat is zo'n girlandachtig van slinger. Wat grappig. Oh, hier 15 euro. Heel erg leuk. Als je een open haard hebt om dit er dan zo voor te hangen. En hier nog wat geurdingen. Maple pumpkin is 10 euro. Oeh, die ruikt heel lekker. En die heb je ook nog in zo'n een. En ik zie hier nog wat pompoentjes. Oh ja, zo'n standaard, kaarsenstandaard. En hier? Oh ja. En dit, kijk dan. Ja, de eerste Halloween dingetjes zie ik. Ja, heel grappig. Dit is een lamp. Die is 15 euro. Witch's Brew. Leuk, leuk. Dragon's Breath.
Oh, hier heb je ook nog wat zilveren dingen als je van het zilver bent. En hier zit dus ook weer allemaal geur in. Sweet pumpkin pie. Echt, die geur is zo lekker hier. Van die deurstoppers. Heel grappig. Oh, deze is ook mooi. Hier, een dienblad met een skelet erop. 15 euro. En hier zijn ook nog kaarsen. En ik zie hier vanille latte. Pumpkin pie. Oh, hier zo'n Himalaya zout. Het ruikt echt. Naar koffie? Deco pompoenen. Hier ook. Een zak met deco pompoenen. 13 euro. En hier heb je ook van die kleine deco pompoenen. Dat is echt super schattig. Oh, dit is met geur. Oh, hoe leuk. Dit kun je dan bijvoorbeeld in een dienblad doen en dan komt er ook nog geur af. Ghost. Marshmallow ghost. Ja, niet helemaal mijn ding. Marshmallow ghost. Pumpkin pie. Oh, lekker. En ik zie hier nog een karamel pumpkin. Oh ja, ik vind dit heel lekker. Echt een herfstgeur. Ja, wel heel karamel. Ja. Wat is dit dan? Vanille cinnamon. Oeh, vanille cinnamon. Spiced, warm and sweet. Oh nee, dat vind ik niet zo. Desert rain. Oh, dit is lekker. Oké, mijn oog valt hier op. Oh mijn god. Brit. Een thee kan. Wat zat hieronder? Ja, dit moet ik hebben. Dit schreeuwt mijn naam. Een beige pompoen theepot. Zie ik nou nog meer dingen? Oh, ja. Ik ben echt verschrikkelijk. Dit is leuk. Hello Pumpkin staat er ook nog in. Dat zie je hier ook. Superleuk. Wat voor Halloween. Er zijn ook nog wel heel veel zomerdingen. Maar ik zie hier en daar al wel wat leuke herfstdingetjes. Maar ook de zomerdingen zijn natuurlijk heel leuk hoor. Alleen ja, jullie kennen me. Ik ben gewoon echt van de herfst. Echt een herfstpersoon. Dit is ook leuk, zo'n tuinset. Oh, die is heel leuk. 6 euro trick or treat. Oh, ik zie er heel veel. Ja. Ja, deze neem ik sowieso mee. Oh, die is ook grappig. Dit is echt een Halloween mok. Rip. Rip. Oh. Die vind ik ook wel vet. Deze. Heel erg leuk. Oh, die past heel erg bij die ik al heb. Ik heb er vorig jaar één gekocht. Maar deze vind ik een beetje klein voor een mok. Happy Halloween. Oh, maar deze is ook leuk. Dit is echt heel leuk. Sander gaat me haten later. Kijk hoe leuk. Tea towels. Nog meer. Hele grote ook. En dan heb je er ook gelijk 3. Die zijn 6 euro. Schattig. Thuis en echt super leuke dingen hadden ze. Nog niet super veel herfst en winter. Of winter, herfst en Halloween dingen. Maar ik ben vroeg, dat weet ik. Maar er waren er al wel wat dingen. En ik vind het gewoon leuk om de pareltjes eruit te vissen. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gehaald. Nou, als allereerst heb ik deze mok meegenomen. De Trick or Treat. Ik ben zelf altijd wel weg van de nude kleurtjes. En gewoon, het hoeft allemaal niet te heftig. Maar dan met een knipoog met herfst en dat soort dingen. En nou, hier staat dus Trick or Treat. Deze was 6 euro. Maar de binnenkant heeft dus dit. Nou, en dat vind ik dus echt heel erg grappig. Helemaal leuk. Pompoenetjes erin. Dus ik kon het niet laten. En ik heb er nog één. Uiteraard. Want ik zag dezelfde. Maar dan een Halloween variant. En Halloween mokjes zijn altijd best wel heftig, vind ik. En deze vond ik dus niet zo heftig. Dit is gewoon een spinnenwebje. Helemaal leuk. Was ook 6 euro. Maar dan heeft hij dus wel nog een binnenkant. Nou, die is wel wat heftiger, maar dat zie je toch bijna niet. Ik vind het wel grappig. Nou ja, ik vond het leuk. Dit is toch enig.
Jullie hebben het kunnen zien, maar uiteraard hiervoor, nou ja, ben ik niet per se gekomen. Maar ik zag dit dus op Instagram van TK Maxx voorbij komen. En toen dacht ik wel van, oh mijn god, ik moet echt weer naar de TK Maxx toe. Dit is het Essence paletje, de Pumpkins Pretty Please, de eyeshadow palette. Zo ziet hij eruit, maar die binnenkant is toch enig. De kleuren, helemaal floor, een beetje dat rode, bruinige, rozige. Ja, ik vind dat heel leuk. Maar gewoon die pompoenetjes er ook op. Dat maakt het helemaal af. Dus ik kon dit echt niet laten. En hij was 7 euro. Maar nu 4,99 euro. Dus voor 5 euro een leuk oogschaduwpaletje. Dus die heb ik nog gescoord. Alles helemaal herfststijl. Oh. Nou ja, en natuurlijk de klapper op het eind. Dit vind ik echt... Ja, dit is helemaal floor. Dit past ook gewoon helemaal aan het interieur en zo. Ik vind dit echt geweldig. Hij is 16,99 euro. En dit is dus een pompoen en dit is een theepot. Kun je lekker thee zo inschenken. Ik ga dit echt in mijn keuken doen als decoratie. Maar ook zeker om te gebruiken later als ik een eigen huis heb. En dat mag wel snel gaan gebeuren. Want oh, ik heb zoveel uitzet en dingen. Maar I love it. Dit is toch geweldig. Ben je trouwens benieuwd wat ik allemaal als uitzet heb. Er is ook alweer wel het een en ander bij gekomen. Maar ik heb recent nog een video opgenomen met wat ik allemaal als uitzet heb gespaard. Dus check die video even hier. Maar deze heb ik dus meegenomen en helemaal weg van. Dan was dit de video. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. Dat is geheel gratis. En dan zie ik je weer volgende week zondag bij een nieuwe video om 10 uur. Doei doei, bedankt voor het kijken.